Oké, welkom bij deze video over soorten grenzen. We gaan kijken naar natuurlijke grenzen en kunstmatige grenzen. Het verschil daartussen, harde en zachte, gesloten en open. En we gaan nog eventjes een uitstapje maken naar taalgrens. Dit hoort natuurlijk bij het thema grenzen en identiteit, onder andere van aardrijkskunde onderwerpen. Laten we beginnen met de eerste, het natuurlijke en kunstmatige grenzen. En het schoolvoorbeeld daarvoor is natuurlijk in Afrika te vinden. Natuurlijke grenzen zijn de grenzen die wat natuurlijke barrières zijn. Hè. Dat kunnen bijvoorbeeld oceanen zijn of zeeën, maar ook gebergtes. Hè. Denk hier bijvoorbeeld Atlasgebergte. Allerlei andere dingen. Dingen die door de natuur gevormd zijn. Hè. De Sahara, een grote woestijn, die zorgt natuurlijk ook voor een natuurlijke grens, maar ook rivieren en dergelijke. Nou, als je een natuurlijke grens, die herken je eigenlijk vrij makkelijk, want dat zijn geen mooie strakke lijnen. Die zijn een beetje gekarteld en warrig. En als je goed kijkt, hier zitten er verschillende van die allemaal gefriemelde grenzen. Die kom je bijna overal tegen. En er zijn alleen een aantal plaatsen waar je ook van die ontzettende kunstmatige grenzen vindt. Kunstmatige grenzen zijn dus echt door mensen vastgesteld. Die kunnen natuurlijk ook een beetje wiebelig zijn, maar vaak zijn dat veel rechtere lijnen. En die kan je hier mooi in de Sahara zien, want ja, in de Sahara daar kun je natuurlijk, heb je niks om. Het is gewoon nog één grote zandbak. En natuurlijk zijn er wel zandduinen, maar die verplaatsen zich ook. De grotere wat minder, maar het is nog steeds wel lastig om daar een mooie, duidelijke, natuurlijke grenzen te maken. En je ziet hier allemaal in de Sahara van die hele strakke, rechte lijnen. Ooit natuurlijk door Europeanen bedacht, hè, toen ze de koloniale tijd, toen ze daar de baas waren. En dan waren Engelsen, Fransen, Duitsers en Italianen, die waren druk met elkaar aan het discussiëren over waar, wat, hoe, wat, wie, van wat zo was. Hè, om het maar wat duidelijker te maken. En die hebben dus gewoon rechte lijnen getrokken. Van nou ja, dit was voor mij en dat is van jou. Dus dan trekken we gewoon eventjes op de kaart een mooie rechte lijn met de liniaal. En dan komt het wel goed. Nou, die zitten we sowieso in de Sahara. Maar ook hier in het zuiden van Afrika kom je die wel tegen. Je ziet het heel vaak in voormalige koloniën. Omdat dan nou ja, de kolonisator die had dan een deel en die had een ander deel. En de rest van het gebied was nog niet ontdekt. Maar nou ja, om ruzie te voorkomen, om oorlogen te voorkomen, besloten ze dan maar met elkaar om een grens te trekken. Een kunstmatige grens, nou, die zijn natuurlijk heel erg recht. En daar is dus niet een natuurlijke barrière die iets het ene gebied van het andere gebied scheidt. Nou, dan hebben we een harde en zachte grens. En we gaan straks nog even naar gesloten en open grenzen kijken. Het is een beetje hetzelfde. Hè? Als je nou omschrijving zou gaan zoeken, dan zou je kunnen zeggen dat voor harde grenzen geldt, die kun je niet zonder controle passeren en een zachte grens wel. Toch is daar wel een klein beetje een verschil tussen hard en zacht, maar daar gaan we niet heel erg duidelijk in. Hier zie je duidelijk een voorbeeld van een absoluut een keiharde grens. Hè. Dit is in Israël. Israël staat vol met muren en hekken. En niet alleen maar tussen de duidelijke verschillen van Palestijns en een Israëlisch gebied, wat ze al hebben afgesloten, maar ook alle nederzettingen die Israëli bouwen in Palestijns gebied, daar gaat natuurlijk weer een hek omheen, daar gaat weer een muur omheen, daar komen weer mensen met kogelvrije vesten en geweren te staan om, nou ja, zogenaamd de vijand of weet ik veel wat buiten te houden en tegelijkertijd jezelf ook zogenaamd veilig te voelen achter zo'n grens. Je komt daar niet zomaar doorheen dus. Hè? Bij een harde grens zie je ook heel vaak dat er echt wel iets wordt opgeworpen om te voorkomen dat mensen zomaar binnenkomen. Bij een zachte grens, dan kan het best wel eens zo zijn dat je het niet eens door hebt dat je de grens over bent. Harde en zachte grens. Nou, ik zei net al, het lijkt ook een beetje op open en gesloten grenzen. Nou, in Europa hebben we, of in ieder geval binnen de Europese Unie, hebben we heel veel van die open grenzen. De grenzen zijn open. De buitengrens van Europa is helemaal dicht. Dat is je zou kunnen zeggen, een gesloten grens. Je komt niet zomaar Europa binnen. Maar binnen de EU kun je vrij reizen. Niet alleen maar binnen de EU trouwens, want er zijn ook een aantal landen die geen lid zijn van de Europese Unie, die wel meedoen aan dat zogenaamde verdrag van Schengen, waarbij we hebben gezegd, nou die grenzen zijn open. Hè. Zwitserland doet daar onder andere aan mee, en Noorwegen en IJsland ook. Nou, dat is een beetje maf natuurlijk IJsland, want je kan niet zomaar IJsland binnenkomen, want er zit een hele grote natuurlijke grens omheen. Maar in principe, als je in Nederland op het vliegtuig stapt naar IJsland, dan zou het kunnen zijn dat je niet gecontroleerd hoeft te worden.
Hetzelfde geldt ook voor landen, voor verschillende eilanden. Daar kun je niet zomaar komen, maar de verbinding vanuit Italië naar bijvoorbeeld Sardinië of zo, dat is allemaal prima te doen. Dan hoef je niet nog eens een keer je paspoort te laten zien. Er zijn ook een aantal landen die buiten de EU en buiten de Schengenzone zat. Groot-Brittannië is inmiddels wel uit de EU, maar die zat ook niet in Schengen. En Ierland geldt hetzelfde. Er zijn een aantal landen die er graag bij willen. Die komen nog, daar moet je nog wel officieel je paspoort laten zien. Maar zouden ze niet zo heel, als je een EU-burger bent, doen ze niet zo heel erg ingewikkeld. Mijn ervaring is overigens ook met Turkije zo. Toen ik vanuit Turkije naar Nederland ging, toen kon ik gewoon naar een speciale balie bij het vliegveld voor EU-burgers. Dan werd je amper gecontroleerd als je maar wapperde met iets wat leek op een paspoort wat de Europese Unie was. Dan vonden ze het prima. Dus er zijn wel meer landen die daar een beetje aan meedoen. En met COVID ging natuurlijk de hele boel weer dicht. Maar nou ja, laten we dat maar eventjes vergeten zo snel mogelijk. Open grens betekent dus dat je gewoon zonder controle door kan reizen. En een gesloten grens, dan zit er echt wel. Dan moet je eventjes laten zien. En dat betekent in sommige gevallen ook, bijvoorbeeld voor vrachtwagens, dat de lading helemaal gecontroleerd moet worden. En dat is wel vrij uniek in de Europese Unie. Daar hoeft dat niet. Als je vanuit Nederland een bloemenboer naar Polen gaat rijden, dan hoeft hij niet bij Duitsland en bij Polen nog eens een keer zijn lading of zijn papieren te laten controleren. Kan gewoon doorchasen. Niks, geen probleem. Nou, dat geldt bij de gesloten grens niet. Zodra die in Polen dan richting Rusland wil, dan zal hij dat wel moeten doen. Nu met die oorlog, maar goed. De gesloten en open en gesloten grens. Nou, dan de laatste, een rare grens, een taalgrens. Die komen we tegen in België. Nou, wel meer plaatsen hoor, maar in ieder geval in België. Daar heb je een taalgrens. Je hebt natuurlijk een Franstalig deel en een Nederlandstalig deel. Dan zijn er ook nog een paar stukjes Duitsstalig. Die vallen ook onder Wallonië. Maar je zou kunnen zeggen, Wallonië is vooral Franstalig, met een klein beetje Duits. En die Duitsers spreken ook prima Frans, voor die Duitsstaligen. En je hebt dan hier het Vlaamstalig, of Nederlandstalig eigenlijk. Nou, er zitten een paar gekke plekjes. Hè. Hier zit zo'n enclave, noemen ze dat ook wel. Een ander filmpje over enclaves. En zo'n klein stukje afgesloten gebied, wat Nederlandstalig is binnen het Franstalige, maar natuurlijk niet helemaal binnen het Franstalige, want het schurkt tegen Nederland aan. En hier wordt natuurlijk ook gewoon Nederlands gesproken. Hetzelfde geldt hier. Zijn een paar van die plekjes Franstalig. En dan denk je, hé, maar die zitten helemaal onafhankelijk. Ja, maar dit is Frankrijk en daar wordt natuurlijk ook Frans gesproken. Dus het is niet helemaal dat deze stukjes zijn afgesloten. Maar het ziet er wel een beetje gek uit. Nou, er zijn wat problemen rond Brussel. Want Brussel is officieel een tweetalige hoofdstad. Een hoofdstad, daar wonen en werken altijd veel mensen vanuit zo'n heel zo'n land. Dus er wonen ook heel veel Walen of werken Walen in Brussel. Niet allemaal wonen ze in Brussel. Sommigen wonen ook in de gemeentes eromheen. Hè? Net zoals in Nederland ook door suburbanisatie mensen vlak buiten zo'n stad gaan wonen. Maar dan wonen ze wel in Nederlandstalig gebied. En die Nederlandstalige gemeentes die hier zitten, daar wonen steeds meer Franstaligen. En die Franstaligen die zijn gewend dat ze alles in het Frans kunnen doen. Dat ze het Frans bij de bakker hun broodjes kunnen bestellen. En dat ze bij het gemeentehuis gewoon Franstalig te woord worden gestaan. Maar dat is in Vlaanderen niet zo. Nou, dat leidt dan soms tot wat problemen. Mensen die dan in de gemeenteraad komen. Walen, die amper Nederlands spreken. Want de meeste Walen spreken geen Nederlands. En als ze het al spreken, dan is het vaak niet verstaanbaar slecht. Wat zeg ik dan? Niet verstaanbaar of heel slecht. Dus dat leidt soms tot wat spanningen. Zeker omdat natuurlijk dit ook heel erg op de taalgrens ligt. En hier zijn sowieso een paar spellingen. Want er zijn verschillende gemeentes hier waar bijna elk jaar wel gevechten uitbreken tussen Franstaligen en Nederlandstaligen. Die Vlamingen spreken over het algemeen wel heel vaak een behoorlijk goed Frans. En in theorie zouden alle Belgen zowel Frans als Nederlands vanaf de basisschool al moeten leren. Maar die Franstaligen, die Walen. Zelfs als je eigen Frans verschrikkelijk slecht is, kun je waarschijnlijk een beter gesprek met ze voeren in het Frans dan dat jij gaat proberen Nederlands met ze te praten. Nou, dit was even wat verschillende soorten grenzen. Hè. We hadden de natuurlijke en kunstmatige grenzen. Natuurlijk was door de natuur, kunstmatig was door mensen. Harde en zachte, oftewel open en gesloten grenzen. Gesloten en open grenzen. Hè, waar je de ene moet je bij de harde of bij de gesloten grenzen moet je. Word je gecontroleerd, moet je paspoort laten zien, enzovoort, enzovoort. En bij de zachte en open grenzen
niet en heb je soms niet eens door dat je de grens overgaat. En in België heb je dan nog zoiets, meer plaats hoor. In België heb je zoiets als een taalgrens. Dat was hem even, dankjewel voor je aandacht en succes. Bekijk ook even lekker alle andere filmpjes van mijn YouTube kanaal. Abonneer je, like, weet ik veel wat, allemaal wat je leuk vindt om te doen. Tot de volgende keer. Bye!